Ja, we weten niet weten dat we echt tussen tuss een verzameling aan lelijke kruidvatte theennen. Het zag wel gezellig uit in de plantage. <laughs> de mignons. De mignons, uh... ah. Vles okay. <laughs> mignons! Ja, de mignons! Ja, Hey Dennis. Ja, ik zit er helemaal in. Ja, ja. 99. Aflevering 99. Ja, was even Prince 1999. Ik aan was het ik was het Ja, die artist formerly known oh, as Prince. Oh, ga je de afkorting gebruiken. Ja. Ja, nee, dat was niet de afkorting, dat was een naam. Was dat zegt? Uh... Ja, ja, ja. Je je hebt mooie ogen in dit licht, zo. Dit is dat mag ik ook wel eens een keer zeggen. Dit klinkt heel eng hè, voor mensen. Ja, de mensen niet weten dat we echt tussen, tussen een verzameling aan lelijke kruidvat en Themu lampen zitten inmiddels. <laughs> Ja, dat is altijd bij jou thuis, deze setting. Nee, aflevering 99. Uh, ja, weer een uitzending vol met Universal News. We hebben veel leuke reacties gekregen op de vorige uh, Earthquake aflevering. Ja. Dat mensen toch gedachten van oh, uh, we wisten niet eens dat die film bestond, et cetera. Dus dat is altijd wel leuk om. Uh, heb mee te jij hem erken. ooit gezien, echt, die film? Ik heb hem op DVD zelfs. Echt? Ja. Towering Inferno Earthquake. Ik heb toen de tijd, dat was nog in de begintijd dat ik naar uh, Universal ging. Hè? Mooie tijd. Ja, 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 ja. Toen had ik ook die periode ook alle dvd's spaarde van. Dan was dat van eind jaren negentig? Eind nee, nee, nee. Uh, de twee, uh, twee, eerste keer was 2000. De laatste oh, ja, ja, keer is ja. 2005 geweest. Oh, ja, ja, maar dat was nog in mijn DVD-area. Dat ik echt alles van Spielberg spaarde. Dus elke film die hij ooit gemaakt heeft, van duel tot aan. Uh, oh? Noem maar op, toen de tijd, dat was AI. Uh, en ook uh, de echte oude Hollywood-klassiekers, waaronder Earthquake, uh, Towering Inferno. Omdat ik dat zag in Universal Studios. En dan ja, dacht dan ik, dacht hey, dat moet ik hebben. Ik moet die dat is dan, dat is dan die, die pretparkling, ja. ja dat Weet je wel, welke film ik laatst heb zitten kijken? Nou. Uh, Song of the South. Oh. <laughs> ja, het is geen Universal-film. Nee. Maar ik had die dus nog nooit gezien. Heb je, je, hebt, je hebt hem zeker bemachtigd als uh, illegale kopie, of niet? Nee, ik heb een, ik heb een, ik heb een originele Blu-ray gekocht. Oh, wow, je hebt geïnvesteerd, nog. Ik heb Ja, ja, ja. ja. Maar, maar da, ja, ten eerste, wat is dat langzaam? Ja, dat is een heel andere tijd natuurlijk. Ja, dus, uh, en inderdaad, ik snap ergens misschien dat uh, racisme-ding wel, maar het zag er wel gezellig uit op de plantage. <laughs> nee, nee. nee, dit kan echt niet. <laughs> dit, kan, dit neem je terug nu? Dit kan echt niet. Ja, die uh, Decker niet meer terug. Nee. Hé, hey, mooie uh, cartoonen t-shirt heb je trouwens aan. Ja, hè? Ja, in gen, ja zeker. Ja, ik ben helemaal on. Uh, on op, nou, ik heb dan de uh, the, the Right to Happiness Cap. Heb ik, uh, ja, we zitten in uh, leuks. Maar we gaan we gaan beginnen. Aflevering 99 nog eentje. De volgende gaan we uh, letterlijk. De, Live. Als het vandaag uitkomt, aanstaande Live. zaterdag. Gaan we hem opnemen in uh, Aventurenpark Hellendoorn? Oftewel ofwel ja. Islands of Aventurenpark Hellendoorn? Ja. Die naam gaan we wel. Die ik, heb, ik heb echt heel veel zin. Het wordt gewoon een hele ja. leuke dag. We gaan gewoon leuk met een klein groepje. We daar gewoon chill uh, 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 de show opnemen. En gewoon een leuke dag. We gaan lekker achtbaantjes doen. Hè? Wat ja, water. Ik wil even een bonus opnemen gewoon in Hellendoorn met z'n tweetjes. Samen. Dat we het samen gewoon even, even allemaal ervaren. Oh, dat is leuk. Ja, nee, dat gaan we doen. Dat vind ik ook leuk. Ja, moeten we doen, moeten zeker doen. Uh, wat uh, altijd leuk is, is uh, support van mensen. En we kregen weer een fotoetje tussendoor. Uh, en van iemand die het ook bekend maakte, onze vaste luisteraar. Ja, Whitney. Whitney. <laughs> ja, Whitney. Ja. Met altijd theo basen denken. Dan ja, 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 ja. Voor wie heb je die, voor wie heb je ja, hebben die, hebben we de vorige gehad. Whitney. Ja, niet. Oh, ja, <laughs> nee, Whitney, vaste luisteraar van ons. Superleuk. En die had weer een heel leuk fotoetje uh, gegeven. En die zit, als het goed is, geloof ik, ook nu in Orlando deze periode. Echt? Als ik het goed heb begrepen. Dus die zijn het genieten van de vakantie. Vergeet ons niet te taggen. Zeker. Ik zie nu staan Olympische Spelen. Ja, jij bent meer sportiever als ik zo naar jou uiterlijk kijk. Ja, ja, ja. Nou, wat ik heel leuk vond, is natuurlijk de Olympische Spelen. Die zijn net afgelopen in Parijs. Maar bij de openingsceremonie was er toch best wel een belangrijke rol weggelegd voor de Minions. Ja. Jij noemde het zelf Bloemenkorzen op het water. Nou, ja... Die hele opening van uh, Parijs, uh, Olympische Spelen, dat sloeg nergens op. Ja. Doe dat lekker in een stadion, daar, maar dan moest het weer. Het ah, idee cijlen. was lekker, maar dat was natuurlijk verschrikkelijk klote weer. Nou, maar los van dat, dat zag er niet uit. Maar het ging erover dat, dat de Mona Lisa was gestolen uit het Louvre? En uiteindelijk bleek dat de Minions hadden de Mona Lisa gestolen. En wel weer goed. En die zo. kwamen uit de dinges. Maar het mooiste, daar zie je bij weer, dat, dat zo'n verslaggever. die dat verslag van. die wist daar niks van. Dus die kent de link met Illumination Studios in Parijs niet. Het is een Frans product. Die nee, kent de deal met NBC en, en het IOC en niet. En dan zei: ja, uh, ja, dit zijn uh, de, de, de Minions. Uh. Minions. Ah, oh <laughs> Ja, zo, ja. ja. Minions. ja, is, ja de Filet Minions. Uh, ja, echt zo slecht. Maar. Ja, wel mooi om te zien dat, dat uh, zo'n samenwerking toch uh, uh, ja, zijn vruchten afwerpt. Want uh, The Minions of de voor hier, 760 miljoen. Op dit ja. moment, voor al die mensen die niet naar de Olympics kijken. Of toch, hebben gekeken. Ja, nou, het is toch op wezen een kastkraketje. Uh, ik heb gekeken, het is op dit moment de nummer drie film uh, uh, van dit jaar. Van dit jaar zelf. Ja, denk ik denk Inside Out op Inside 1 Out vind. op 1,4 miljard. Ja, dan Deadpool en Wolverine met bijna een miljard. Ah, en dan ja. uh, Despicable Me 4. Nou, ja. Mooie ja. score, zeker. Mooi en leuk voor uh, Pixar weer. Toch een succes na al die uh, uh, on-demand video's. Ja, ik moet het nog zien. Inside Out, 1 vind ik echt een topfilm. Vind ik ja. echt een mooi film, mooi ja, verhaal. Je, moet ik al wel zeggen dat, dat als je als, dat mensen hoort van dan met bing-bong uh, emotioneel en zo. Ja, sorry, maar dat trek ik echt niet. Daar kan ik echt niks mee. Ja, dit, uh, dit zijn jouw woorden. Ja. Nee, maar het was, uh, de Olympische Spelen was een succes voor, uh, voor Comcast. Uh, natuurlijk. Ja, voor ja, ja, Nederland. Ja, maar nee, maar ze doen het gewoon echt supergoed. Zoals ze NBC ja. uh, Universe over inplakken. En ik vind het leuk dat heb je bijvoorbeeld... gezien wat ze met Snoepdog doen. Ze laten Snoepdog allemaal filmpjes maken. Ja, die, maar die, he ook, die heeft ook de sluitingsceremonie gedaan. Hè? Ja, maar die is de hele dag overal uh, dienst opnemen. Weet je wat hij betaald krijgt per dag? Nee. Wat denk jij? Per dag heb ik het over. Hè? Salaris. Geen, geen, uh, per... Zonder onkosten. Nou, een paar ton. Ja, drie ton krijgt hij per dag. Drie, drie. of vierhonderdduizend dollar per dag. En dan pak daar... je elke dag de, de, de Thalys naar, uh, naar Amsterdam? Nou, jou, en precies, en nou de... ik denk dat dat wordt inge, ingevlogen of ingevoerd. Ja, dat is ik niet zo van volgens mij. Nee, me. maar ik denk dat dat heus wel geregeld wordt. Nee, maar ja, hij krijgt goed betaald. Ja, en hij doet het goed. Want hij is heel populair in Amerika. En hier ook, uh, hoe hij het helemaal oppakt. Dus voor Universal is het een, een ja. goede set geweest. Hij heeft een koffieshop geopend hè, in Amsterdam. Oh? Ja, serieus? Oh, nou weet je ja, het niet. Snoop Dogg uh, S-W-E-D? Ja, dat is. Volgens true. mij, Smoke Weed Every Day. Dat wordt dan de, dat wordt de naam van zijn coffeeshop. Oké, okay, nou, kijk, zo leer ik ook weer wat in, 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 in de Het Stond podcast. niet in het script. Nee, <laughs> nee dat neem, niet. Nee, maar me gewoon mee. Mocht ja, je dan is Link, want het is Snoop Dogg blijkbaar. Ja, nou, alles kan. Snoop Diggy Dogg. Heeft hij nooit stem gedaan voor een karakter uit een Universal-film of iets? Nee, ja, niet. Nee, maar nee, misschien. Was nee. uh... Soulplay niet. Viel er niet onder. Uh... <laughs> oh, <dat> was... <laughs> Mooi <laughs> film. Slechte film. We gaan uh, gelijk door naar ons, uh, een van onze favoriete plekken: Hollywood. Ja. Ja. En, uh... for Hollywood. Ja, we gaan nu dit keer niks zeggen over de, uh, de Fast and Furious coaster. Want dat is het enige nieuws wat we steeds hebben. van... Er wordt aan gebouwd. Maar er is heel veel nieuws weer naar buiten gekomen voor de Halloween Horror Nights. Ja. Zit ja. je al in de Halloween-sferen? Echt totaal Dat niet. niet, hè? Deze te warm nee, voor. Nee, sterker nog, ik, uh, ik liep van de week in de Intratuin. En daar waren ze de kerstdorpjes al aan het opbouwen. Dus ik denk, hè, slaan we dan Halloween oh. over? dit jaar? Terwijl je meer Halloween ziet. Erbij, ja, uh... nee, maar zo dicht bij de plaatselijke Intratuin. Er stonden alle Eftelinghuisjes, die stonden er al. Ah, op zo'n manier. Intratuin heergewaard voor de liefhebbers. Ja, hashtag... Ja, yeah, no spon, No spon. <laughs> de Halloween Horror Nights zijn ja, aangekondigd en er zijn heel veel huizen en de Scare Zones bekendgemaakt. De huizen waren natuurlijk al een beetje bekend, maar afgelopen week zijn zowel voor Orlando als Hollywood de Scare Zones bekendgemaakt. Ja. Er zijn een paar overeenkomsten, maar er zijn ook wat verschillen. En voor Hollywood zijn de nieuwe Scare Zones... Ja, we beginnen gelijk met een goede naam, die mag jij even doen. Luchadores Monstros. Dat was eigenlijk al, geloof ik, een. Er was al een, iets, toch? Een zone die eerder is geweest van huis. Ja, zoiets, ja. Dat is slecht informatie. Uh, zijn. Duolingo Spaans nu gewoon lingo-spaans ja, nu gewoon. Ja, nou, nu kan het, ja. Murder of Crows is een, een nieuw gebied. De uh, Chainsaw Punks en de Skull Lords. Ja. Dat zijn de nieuwe scare zones. En heeft het wel een vrij hoog bij Holland gehaald, uh, Ja. Nou ja, die, die hebben het ergens van natuurlijk. Ja. Uh, wat ook leuk nieuws is: dat uh, wederom voor de experience en de shows een, uh, een bekende van vorig jaar terugkomt. De Birch, Dangerous Waters. En die wordt gehouden in het Waterworld uh, Amphitheater. Ja, want die, die heb ik eigenlijk even gemist. Waar gaat het over? Nou, vorig jaar hebben ze. Uh, ja, het heeft te maken met. Uh, <laughs> weet ik eigenlijk niet. <laughs> <laughs> ik wou een aan opnemen, ik denk, want ik, ik heb het zitten ik, kijken, maar ik, ik weet de verhaallijn ja, niet. Ik denk, jij hebt dat in de script gezet. Ja, ze de de purchase alstub... toch dat één dag mag alles? Oh, is het vanuit die hoek? Toch? De purchase toch dat dan heb je één dag, dan ik mag alles? Ik heb niks met Halloween horror, dus dit... dit, dit. Ja, hier betalen mensen voor om te luisteren naar ons, hoe wij dit uh, wederom niet weten. Ik weet wel dat ze vorig jaar gestart zijn hiermee, doordat, doordat, eigenlijk door het, het Waterworld Theater wat, wat donkerder te maken, wat extra afgedekt. En dat was een beetje een Halloween show. Die is okay. vrij succesvol geweest vorig jaar. Slim ook, want je hebt een heel amfitheater, je kan mm -hmm. veel mensen tegelijk in kwijt. Uh, die is weer terug uh, dit jaar, maar uh, het verhaal hiervan hou je nog goed van ons. <laughs> Misschien hoor je dat bij de honderdste aflevering, dat we dat als teaser houden. Ja, en ja, ja. <laughs> ja, de terror tram. Enter ja. the Blumhouse. Ja. Ze doen een hoop met Blumhouse op dit moment. Ja, dat is een beetje hun vaste partner als het gaat om uh, de Halloween ja, IPs. Komt er ook weer een nieuwe film uit met, uh, met Blumhouse? Uh, ja. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Maar vorig een heel jaar. een interessante film dan. Vorig jaar de terror tram die in Hollywood reed. Dat had toen de tijd met de release van. Uh, hoe heet die film ook weer? Van uh, Jordan Peele? Uh, nope. Nope. Dat was die set? Of is dat alweer twee jaar geleden? Nee, dat is alweer twee jaar geleden. Is dat ja. Wat hadden ze vorig jaar nou? Ze hebben ook de terror tram vorig jaar gehad, maar. Uh, wat vraag. een slecht voorbereide show is dit. Ja, Jesus. ja. ik ga dit uh, ook tijdens de redactievergadering... Ga ik dit even... Gaan we dit even aankaarten. Maar nee. in ieder geval, dit jaar draait alles bij de Terror Tram... om Blumhouse IP's, waaronder ja. uh, Megan uh, en wat andere. Nou, ik denk dat het vergelijkbaar is met wat je in Orlando... en daar komen we zo meteen natuurlijk even op... maar het is een heel uh, scare zone hè, met Blumhouse... waar je eigenlijk de uh, Black Phone, Megan en al die Blumhouse films... in, in één scare zone eigenlijk ja. uh, krijgt. Dus heel slim. Dat zal hier uh, ongeveer hetzelfde zijn. Hey, eentje waar ik uh, uh, erg verrast over was. En, en dat hij was. En misschien wel teleurgesteld dat hij niet in Orlando is. The Weeknd. Ja, Nightmare Trilogy. Het is wel een andere versie, hè? Ja, ja, het is ja wel zeker. wel de omgehoost door The Weeknd. Maar het is een andere versie. Ja, misschien dat ze denken dat, dat Orlando wat meer het paradepaardje is. Dat ze daar iets meer moeten vernieuwen, misschien. Ondanks ja, dat, de dat er wat kennis The ha Weekend zijn. had het beste nog een keer kunt In een andere vorm was volgens mij hartstikke populair. Ja. Nou, ik weet niet wat de reden is waarom die wel Kijk, in Hollywood is en nee. niet in Orlando. Kijk, en als je dan voor de rest kijkt, de Texas Chainsaw Massacre. Ja, klassieketje. Uh, Universal Monsters Eternal Bloodlines. met heette Dracula, Frankenstein en de Bride of Frankenstein. Ja, en wat leuk is, hebben die dit uh, Haunted House, of deze uh, experience, gebouwd in Soundstage 12. Dat de legendarische dat Soundstage is... 12? Ja, dat is de studio waar uh, in de jaren uh, 40 en 50, et uh, Dracula, Frankenstein en de Bride of Frankenstein uh, oh, zijn opgebouwd. Dus het is, komt allemaal een beetje samen. Het komt wel, wel mooi dat het oh. op dezelfde plek is. Ja, vet. Is leuk, ja. Vet? Nee, nou ja, Ghostbusters, Ghostbusters. Ja, Empire, ja, wist, wist heel slim. Wel. Insidious, The Further, A Quiet Place. Daar ben ik wel heel benieuwd naar, hoe ze dat gaan doen. Ja. Kom ook een serie of van? Of het he? echt stil is? A Quiet Place. Best wel, best wel een, een, een hele, of nee, een videogame volgens mij komt ervan. Het wordt echt een hele IP, wordt dat. dat Wat ze best in een korte tijd snel beopgebouwd. Ja, zeker. Wat de maar, eerste film is van drie jaar ja, geleden. Sowieso, is het. toen wij net begonnen met ja. uh, met dit. Ah. Dus, ja, echt, ah. echt wel top. <laughs> Dead Exposure, Dead Valley en Monstros Dos. De nightmares de Latina-Amerika. Zie, si, zie, si, zie, si. zie. Si, si, si. Ja, dat is het, uh, het vooral voor Hollywood. Dan zien we eigenlijk hetzelfde als we nu gelijk doorvliegen naar Orlando. Uh, een beetje een uh, soort van lichte overlap ermee. Uh, we hebben de scare zones die daar zijn aangekondigd: Is Torture Fair, Swamp of the Undead, Nightmare fuel, Nocturnal Circus, Duality of Fear en Demon Queens. Ja. Ze zijn wel heel snel de afgelopen week achter elkaar ja, gemaakt niet? Ja, klopt. Waar ik wel benieuwd naar ben, is, is je kunt eigenlijk nu... als je het Park binnenkomt in Orlando... dan kun je gaan kiezen of je gaat rechtdoor, minions in... of je gaat rechtsaf. En je kiest eigenlijk met het duality of fair kies je voor een van de twee kanten. Dus uh, er is geen echt icon, denk ik, dit jaar... Maar het zijn eigenlijk de twee. En dat is uh, ja, een soort fair. En, uh, en die andere, ik ben de naam even kwijt. Die, die dus eigenlijk tegen elkaar gaan strijden. Dus je hebt eigenlijk twee icons dit jaar. Dus je kan de partij kiezen bij ja. wie je voelt aangesloten. Ja, vond ik wel echt wel uh, echt wel heel erg vet. Ja. ja, en wat we al zien de laatste paar weken is dat steeds meer sets en decorstukken in het park verschijnen voor Halloween Horror Nights 24. Uh, wat ik zelf een leuke toevoeging vond is uh, Ivans uh, New York Deli and Grocery. Dat is ja. een klein horecateentje. Uh, Ivans. En uh, het, het, hij is natuurlijk ook een beetje bevroren, dat ja, zaakje is een leuke knipoog natuurlijk naar uh, filmregisseur Ivan Reitman van Ghostbusters. Want er staat ook op het teentje ja, ja, ja. Uh, ja, opening de... sinds 1984. En, en De eerste de vader van uh, van Jason Reitman, die, die de, de huidige regisseur. Die heb ik nog ja, niet ontmoet. ontmoet. Die heb ik ontmoet. Ja, ja. Of hij jou. Nou, ja, zo haal, kan je ja, het ook ja, zien. De, ja, <laughs> kijk, ik, 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 ik zeg tegen hem, Jason. Ik mag Jason zeggen. Ja, ja. Uh, he, uh, Doe, hou het rustig. Houd nou rustig. even rustig, weet je wel, want uh, die andere Post mens, het niet gelijk. Post het niet online. Dus we hebben nog heel veel. Ja, mooi. Ja, ja. Nee, vond, ik, vond ik een leuke, leuke Easter egg. Ja, absoluut. Uh, um, absoluut. En een, een, een kleine vraag, uh, zonder dat je verder leest, maar uh, ik schrok hier best wel van. Hoeveel denk je dat de omzet in Halloween-decoratie in Amerika is? Vond ik, als je vragen stelt, moet je het antwoord <laughs> niet de onderzetten. Nee, het antwoord gewoon op of onthoud het gewoon uh, een keer. Toen net of je het niet leest. Ik, pff, uh, lastig, moeilijk. Uh, in heel Amerika. Hè? Ze dus pakken even Home Depot, Walmart. Uh, je hebt natuurlijk nog uh, Spirit, Halloween stores. Uh, ja, dan nog een stukje inflatie mee rekenen. Uh, ik doe een wilde gok. 11,98 miljard. Oeh, zet je er dichtbij. 12, miljard. 12, nou, 12 miljard, ja. Het is eerlijk, ja. Goh. Ver, je zal het zien, vergeet je erheen. Ja, zeker. Dat, nou, je zet het dicht in de buurt. Ja, waarom ik dit eigenlijk uh, zei, is omdat uh, de Home Depot heeft een uh, samenwerking met Universal Products and Experience uh, gestart Waardoor je nu in de supermarkt daar letterlijk Animatronics kan kopen. Uh, de echte van Chucky e. Doll en Frankenstein Monster. Ja, dat is echt heel dus de echte IP's worden gebruikt nu in ja. uh, Animatronics. En voor een mooi bedrag. Want ja. de allergrootste was geloof ik 349 dollar. Nou, dan heb je toch een, een, een officiële. Uh, animatronic uh, thuis... Uh, in Halloween-vorm. Als ik denk dat, dat hier in de voortuin zet... Dan Wordt binnen dat dan gesloopt, gestolen? Ja, nee, daar vinden ze dat helemaal te gek. Maar ja. uh, het is leuk dat Universal met de Home Depot een nieuwe samenwerking heeft. Ja. In een toch wel lucratieve markt. Ja, ja zeker weten. 12 miljard. Ja, per of je jaar. Me, of je maar een paar procent van te pakken. Hey, uh, gaan we door zo meteen naar Epic Universe? Maar ga je wil... weer wat doen? Ik zie jou weer half draaien op je stoel. <laughs> je gaat weer wat pakken. Ja, ik ga, ik ga even wat pakken. Okay. Ja, ja, nou, dit, wil, dit, wil dit, dit is het moment. Epic Universe. Natuurlijk. Ook, we hebben trouwens ook wat vragen binnengekregen. Nou, jij die die, die ga ik even ja. ondertussen opzoeken. Ja, daar ben ik weer. Ja, nee, ik heb ondertussen de, de vraag gevonden. Ik ben het wel snel terug dit keer. Ja? We hebben een, een vraag uh, via de, de Gram van uh, Fantasia Rut. <laughs> Fantasia Rut, ja, het is een aparte naam. Laat het in Bril maar niet horen. Uh, stel, uh, Universal nou Studios man, man. Great Britain komt. Uh, welke drie bestaande attracties die moeten er sowieso komen? Dus, ja, wat zonder, wij denken. zonder eventuele beperkingen. Ik mag gewoon zeggen, er moeten drie attracties sowieso komen. Nou, ons voorkeur gaat natuurlijk uit als eerst uh, Wizarding World, ja. maar dat gaat waarschijnlijk niet uh, gaan. Nee, maar zonder beperkingen wordt dat dan wel. Wizarding World. Uh, ik zou iets met Jurassic World doen. Mm -hmm, mm -hmm. En ik denk om het toch in te koppen iets met Super Nintendo World. Het is wel veel World, World, World. World, World, World. Fast and the Furious, ja, voor voor verkoop goed. Maar wil je echt drie toppers hebben, dan zou ik Super Nintendo inzetten. Ja, ja, ik denk dat dat de ja. Ja, nou, dan zijn we gauw klaar. Wizarding World, maar dan Hogsmeade. Moet je hebben, eigenlijk. Ja. Jurassic World, Isla Nublar, zoals die. Uh, en uh, dan doe ik als tegenhanger voor Super Nintendo, doe ik in eerste instantie Minions. En dan als, als expansion Super Nintendo. Ja. Al die ja, kinderen moeten het... naar uh, Minions, net zoals ja. de uh, Peppa Pig World in uh, Leidschendam. Ja, en die, nou, die heb je in Engeland ook. Die zijn populair, hoor. Ja, daarom. Ja, die gaan goed. Zullen we ons nog even snel een vraagje doen? Zijn ja, we nee, toch dat, bezig? dat is helemaal goed. Uh, Rob Spijkers uh, vraagt aan ons: uh, wanneer gaan jullie zelf weer <laughs> een keer naar Universal Park en welke? Uh, ik, ik hoop volgend jaar. Ja, nee, ja. Ik, ik hoop volgend jaar en ik hoop... Ik hoop het ook. Een, ik een, denk het niet qua planning, Ik hoop maar een, een episch park. Misschien 2026. Ja, maar ik, ja. anders altijd foiepot.com <laughs> ja, slash ja. Help ons de winter door. Maar ja, kijk, het is heel simpel. Um, we hebben allebei een jong gezin. Ja. Um, en uh, ik, heb, ik heb eigenlijk twee jonge gezinnen. Uh, dus... Uh, uh, ja, het is af en toe wat lastiger. Dat klinkt heel dubioos voor mensen. Nee, je hoeft nee. het niet uit te leggen, maar het Nee, ja, ja. Kijk, ik ben gescheiden. Dus je, ja, je zit dan met meer mensen en meer dingen waar je rekening mee, uh, mee moet houden. En een vakantie, nu zo'n zo trip, is gewoon behoorlijk aan de prijs. Ja. Dus ja, dat, dat vergt een hoop planning. Uh, en een als hoop... Wij, laten we zo zeggen. Als wij alle twee nog vrij gezellig waren... Nee, dit klinkt heel eenvoudig waar ik naartoe ga maar snap je wat ik bedoel had ik had ik daar had ik daar dan zaten we elk gelegen? jaar in Orlando had ik een lepeltje een lepeltje met jou gelegen oh dat zeker ja ja ja. Dan? ja dan hoeven we niet eens voor de Orlando hey, hoe vind je dat om een lepeltje een lepeltje te leggen ja. bedoel je nee maar kijk maar dat dat, dat scheelt natuurlijk wel en uh, maar goed ik, ik hoop wel inshallah dat uh, <laughs> dat, we, dat we volgend jaar misschien met uh, met epic dat we wel die kant op kunnen ja, en anders is... nogmaals, uh, upperlotpodcast.nl slash voor je pot of andersom zeker en wil je zelf die kant op Florivida.nl ja 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 ja, ja, ja. Altijd want echt. hun gaan wel leuk slogan Kijken ja weer Ralf, slogan. Ralf bellen. ja trouwens heb je Ralf gezien die zit nu in uh, in Orlando ja oude influencer ik, ik, ja maar hoe kan hij uh, zo mager blijven die, die zit per dag gewoon 6.000 calorieën op te eten aan, aan ja, suikergoed. Ik, en de, de legende gaat dat uh, Ralf dus na het roopdoppen het touw gebruikt om te touwtje springen Om die calorieën <laughs> oh, er weer het af normal, te... Ja, dat is niet normaal wat die zit te eten. Of hij maakt alleen een foto en gooit het weg. Dat kan ja, ook dat, nog, ja, het, he? zo in, zo dat een salade. Heeft. Ja, zo'n influencer is hij ook. Ja. Ja, ja. Hey, nee. Voordat voor we even gaan beginnen, want we weten altijd natuurlijk... De snack is belangrijk. Nou, er liggen nu wat blokjes kaas met het worst. Maar ik heb eigenlijk iets anders. Jij bent ook een ethisch kid, net als ik. Zeker? Als ethisch kid, wat... Wat was nou echt dat jij, dat jij natte haartjes op de bank... en dat je wat te drinken mocht? Wat wilde jij dan drinken in de 80's? Wat ik wilde drinken in de 80's? Uh, poeh... Toch een beetje die retro uh, vibes. Uh, is het een, een soda? Nee, het is geen soda. Oh, het is geen soda. Wat? wat een uh, Taxi? Nee, ja, maar taxi kun je... Pina nu... Colada? Of uh, 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 is, 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 Punica? Nee, je hebt geen Punica. Ik heb <laughs> dit echt niet gezien. Is het echt punica? Ja, zeker. Bestaat het nog? Nou, het is dus. Even... Hey, het, is, het is een plastic fles geworden. Wauw, ja, dit ja, is een mooie plastic. glasfles. Punica. Maar, ja, oh. Punica olaten. Ja, lekker, hè? Dus ik dacht misschien, want het is heel weinig calorieën ook. Nou, dat lijkt me sterk. Nee, dat is serieus. Dit is vol met suiker. Joh. Nee, echt niet. Wel, nou, geef nee. die fles. De, nogmaals, dit is weer no Spon. Nee, hier ook. Kijk eerst af je. Bring back het, Punica. Voordat nee. je hem at. Nee, maar maar vroeger had het ge, de blauwe uh, schroefdop. Ja, zeker. Even kijken. Relatief weinig calorieën. Uh, even kijken. Van de 100 milligram. Oh, dat valt zeker mee. 6 gram. Nou ja, het is wel veel, maar ik had verwacht dat is. Uh... Nee, maar. maar oh, het leuke, gaat, het leuke is dus, uh, 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 ik ken het van vroeger en uh, normaal kocht ik het altijd als ik in Duitsland was. Maar ze hebben het oh. dus, ze hebben dus, Pepsi heeft het gekocht en die hebben het gewoon op dat moment van de markt, af, markt afgehaald. En, uh, maar nu is het in Duitsland is het weer terug. Is dat ja, gaaf? Ja, heel gaaf dat het nog bestaat. Ja, dat was echt uh, de vroeger de, de shizzle, Punica, oh, Punica. Maar, maar, Je hebt het geproefd, hè? Ja, lekker heerlijk. Ik ben ook de, uh, was ik altijd fan van uh, um, orangina. Ja, vind ik ook Die lekker. Die glazen heerlijk. flesjes. Ja, Als het ik... goed koud is, oh, heerlijk. zie je ook bijna nergens meer. Hè? Uh, je ziet het voor mij wel weer vaker. Ja, maar niet zoals vroeger. Uh, het was meer toegankelijker. Ja. Maar, maar uh, uh, mensen luisteren voor Universal Nieuws. Nou, niet allemaal. Niet allemaal. Nou, er zijn ja. mensen die zetten nu een podcast uit. Die zeggen. Die dat... gaan Punica halen. Ja. <laughs> nee, ja, bij, de, bij de Rewe in, uh, in Duitsland. Oh, nou, daar moeten we Ook dat, weer uh, no spawn, hè? Ja, alles is no spawn. Deze maar, aflevering. Waar we nu even voor, uh, voor zitten. Ja, we gaan echt voor zitten. Het want... nieuws. Het nieuws uh, ten eerste, Wat gaat het Hard? Hashtag, Wat gaat het Hard? <tus> niet normaal. Maar The Wizarding World of Harry Potter, Ministry of Magic. Wat ik trouwens nog even wil zeggen: uh, complimenten aan jou. Uh, dat je deze goed had geraden. Want ondanks dat er vijf themalanden bekend En ze hadden er al vier benoemd. Er was er eentje nog over. En die had je goed geraden. Ja, maar ik had die eerste vier ook goed. Ja, had je ook goed. Ja, The Wizarding World of Harry Potter, Ministry of Magic. Eindelijk hebben we meer details kunnen horen. Die officieel bevestigd nu worden door Universal. Het was weer een gelikte video hè. Oh, Nou, ik vond die, die animaties. Zo, die, die animatie mooi, is zo goed. Of. Zo best realistisch mm -hmm. gemaakt voor een, voor, een, voor een snelle animatie. Ja, en met uh, heb je hem nog niet gezien op de website van universalorlando.com uh, staat de animatie, hij staat ook op YouTube. Uh, die hebben wij grondig uh, uh, doorgenomen en uh, die gaan we eigenlijk vandaag bespreken. En ja, wil je het themaland binnen, je gaat door eigenlijk door de, de gate, hè? Ja. Daar kom je onder de Port Saint-Denis. Maar die is toch anders dan. Wij nou, aan hadden. de voorkant is hij natuurlijk Muggle World. He, dan is het nog gewoon de normale wereld, maar als je door die porno gaat, dan kom je in een keer in de, de, de Wizarding World. Had jij ook niet? Ja, ik ga het heel stoms nu zeggen. Um, als we de hoofdstraat binnenkomen, dan hebben we gelijk aan ons linkerhand uh, een bekend horecapunt. Dat ja. is Café de La Sirène. Ja. Een quickservice restaurant. Ik vind het te mooier uitzien voor een quickservice. Ik had daar graag een tableservice gezien. Ja, ja. Maar ik kreeg in een keer een beetje uh, een Berlijn gevoel. Fantasieland. <laughs> die ingang van Roodburg, ook met wat Fantasieland, ook zo'n leuk ja, ja, ja. gezellig En heb je in één keer aan je linkerhand heb je op die opening roodburg entrée. Dat deed het me aan denken. Ja, een beetje misschien ergens wel. Ja, het is heel maar, ver wat, gezocht, wat, maar dat deed ja, me aan zeker. denken. Ja, zeker. Maar wat ik vooral heel tof vond, uh, is dat ik het weer goed had. En dat er dus inderdaad naast die poort enorme bomen komen om dus inderdaad het, ja, het gebied af te, sluiten. af te sluiten. Waardoor als je door die poort heen loopt, ben je echt in, in een Parijs. Maar dit is wel. Het is ja, het ziet er prachtig uit. Life size, hè? Ja. Geen schaal. Dit is gewoon echt Parijs. Ja, ze benoemden ook heel duidelijk dat het uh, hoogste gebouw in Dagen Alley ja. is het laagste, laagste gebouw in. Uh, me Ministry of Magic. Ik hoop wel dat ze het, om het echt realistisch te maken, dat ze dan over van die kleedjes hebben waarvan die gasten op zitten met van die lichtgevende Eiffeltorent. Overal staan van die plastic teentjes. <laughs> ja, van die Eiffeltorentjes. Van, van, uh, van, ja, van die balletjes van Bouleur Rouge. Ja, inderdaad. Van die hondjes die zoals oh. een zo salto maken dat je een beetje lastig wordt gevallen en zo, een beetje wordt nageroepen, Dat je toch wel die echte parijs Ja, ervaring, zeker. Heel veel zwervers ja. hebben liggen. Ja, ja overal ja. zwervers. Ja, fantastisch lijkt me Ja, dat. nee, uh, zoals ik al net zei, het eerste grote café aan de linkerhand is een, uh, een French bakery. Hè? Ze zeggen zelf, uh, uh, we serve a French baked goods, sandwiches en plat du jour en dessert. Uh, het was heel leuk. Jij bent uh, van Franse bloed, dus ik kijk even neer. Nou, ja. Ja, ja. Maar ik, ik spreek het niet. Monsieur uh, Fouquette. hoe is het, Wat uh, ze zelf aangaven, wat een uh, uniek punt gaat zijn in dit restaurant, is een torenhoge dessert-vitrine. Nou, dan heb je ons wel te pakken, hè? Ja. Een torenhoge dessert-vitrine. En die bestaat uit 2000 individuele roomsoezen. Nou, en zal het nou. Nee, nee, <laughs> nee, ja, nee. nee, 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 nee. Had wel een goede indruk. Is beter dan Punica. Nou, dat weet ik niet. Hij is wel lekker punibar. Maar de vorige keer ook een hele stapel van die slangen. Oh, dat ging fout toen. Oh, ja, daar heb ik echt last van gehad. Ik ben lactose intolerant. Ja, ja. En dat hebben we goed. geweten. Dat hebben we mij thuis hebben gedaan. Zeker, ik zeker. Het niet gered. Ik had je eruit gezet? Nee, maar een grote dessert vitrine met 2000 roomsuizen. Nou, je zal ze maar allemaal moeten moeten opspuiten om daar neer te zetten. Challenge accepted. Ja, we lopen iets verder het gebied in en dan komen we eigenlijk op het grote kruispunt. Mm -hmm. En um, als we het kruispunt uh, heeft, als ik het goed even zeg, uh, drie punten die je op kan gaan? Ja, nou ik, uh, ja, zoiets ja. ja. Ja, drie, vier. Het is ja. een kruispunt. Dus iedereen een kruis is dat er in principe vier aan zitten. Um, maar daar kom je wel een van de meest verwarrende winkels tegen. Ja, een baguettewinkel, maar je kunt er geen stokbrood kopen. Nee, het is Cosme Ajour Baguette oui. Oh, oui? Eh oui. Oftewel, het is een soort van uh, beauty Baguette store. betekent gewoon stok in het Frans. Dus toverstok is ook baguette magique. Baguette magique. Is, is geen stokbrood met, <laughs> met, uh, nou, met heksenkaas. Maar dat is dus een, uh, een toverstof. Ja, ik ga nu iets heel grappigs zetten. Tegenover Hof in Haarlem zit Magic Baguette. En no. Die verkopen stokbrood. Nee. Dit is wel de hele portal die nu geopend <laughs> wordt hoor. Het schiet me nu in te midden. Ik denk, oh, die zaak hebben wij gewoon in Haarlem. Ja, baguette magie. Ja, zeker. Toverstof. Stoverstok, Denk het? Dan ga je gewoon binnenkort daar naar binnen. Ga je gewoon uh, roepen van... Hé, hey, oplichters. Ja. <laughs> of misschien is dat wel een winkel. Dat je, dat je een soort olifanders... Ja, dat je daar verder... Dat je in een soort magische wereld uh, Magisch komt. Ja, nee. Dit is een, een, een wat chique uh, boutiquezaak. Waar je je... Net, net als hij. Ollifanders. Maar dan wat chiquer. Mm -hmm. uh, waar ze wederom natuurlijk weer hele dure toverstafjes gaan verkopen aan jouw ja, gezin. In een iconische driehoeksdoos, want dat heeft niemand gezien in die film. Dat is natuurlijk helemaal geen niemand die die Fantastic Beasts films heeft gezien. Dus het is ook wel mooi. Dus ze hebben een heel land gecreëerd met ja, dit is zoals gezien in de film, zoals gezien in de film, maar niemand heeft die films gezien. Nee. Ik denk dat het, dit, hier het Waterworld principe van toepassing is. Ze hebben straks meer mensen de Waterworld show gezien dan de daadwerkelijke film. Ah, waarschijnlijk. Ja. Die film moet opnieuw uitgebracht worden based on de de uh, hit show. Waterworld. Ja. Maar ze komen in soort driehoeksdozen, maar ze gaan ook import verkopen. Dus dan, dan kunnen ze die, die surplus aan toverstafjes uit uh, Diagon Alley en Hogsmeade ook nog kwijt. Ja, ja, het is weer super slim. Geïmporteerd uit het ja. andere park. Ja, ze zijn wel duurder. Ja. <laughs> maar uh, dit gebied, uh, wederom dat je, dat je langs etalages kan lopen en dat je weer dingetjes kan activeren. Is dat niet? Ja, het zal hij zo weer verkocht worden hoor, daar niet van. Maar mm -hmm. is dat niet weer een beetje? Is het? Zou dat nog steeds zo enorm... Uh, ja. ja, met die prijs ja. wel natuurlijk. Ja, ja dat wordt maar Ik wel zag wel weer, ik denk, ja, het is niet, niet vernieuwend in dit gebied. Het is weer hetzelfde wat we doen in Diagon Alley en wat we in. Uh, ja, met even een broken, don't try to fix it. Ja, nee, het is zo. Maar ik, ik had daar iets meer van verwacht dat ze meer daarmee. Nou, zouden het schijnt worden. wel dat je die nieuwe toverstafjes die kun je koppelen in de app. Dus dan kun je wel dingen unlocken. Dus dan komt er ook weer challenges bij, vergelijkbaar met de power-up bands. Ja, dat is op die manier geld verdienen. Maar ja, dan ja, worden de stokjes wel 20 euro duurder. Dat denk ik wel. Denk ik denk dat zo'n stokje nu toch de dollar gaat kosten. Zoiets. Van, Zoiets? Ja. Die kan zo niet van schrikken. Maar dan lopen we even terug naar het kruispunt. En in het midden hebben we, we hebben het al vaker benoemd, het Le Cirque Arcanus. Het grote, uh, ja, beetje Cirque du achtige show. Ja, nou, een heel klein tentje midden op het plein. Dat denk je en dan loop je verder en dan kom je in een heel groot ja, theater waar, uh, waar ze eigenlijk allemaal... Uh, het is het verhaal rond uh, het hoofdpersoon het Fantastic Beasts, hè, over Newt's zijn koffer. Commander. Ja, zo heet hij. En die heeft een koffer met fantastische wezens erin. En uh, iemand heeft dus die koffer gestolen en die laat al die beesten vrij. En door middel van special effects, puppetry en imaginary dingen komt dat allemaal tot leven. Ja, en uh, wat er ook wordt gebruikt, is een groot ledscherm erachter. Het zeiden heel veel mensen al: zou dat misschien ook niet een beetje dezelfde techniek zijn als Born Identity? Ja. die show. Ja, ik denk het wel. Die loopt natuurlijk heel goed uh, qua, qua visuals, hoe dat gaat. Dat ze daar misschien hetzelfde ja, even... bedrijf volgens mij, wat uh, ook die visuals heeft gedaan, die schermen. Echt een, een extreem hoge resolutie uh, ledscherm. Dus ook geen projectie. Nee. Dat je niet kunt zien waar, het, waar de stage ophoudt en waar het scherm begint. Ja, misschien dat ze die techniek nu doortrekken in dit theater. Zou kunnen, zou kunnen, ik zou kunnen, zou mooi zien. Maar Lekker. vooral met die puppetry: je hebt natuurlijk in um, Universal Studios Japan. Japan, Japan, Japan. Japan. Heb je uh, die, die poppen die rondlopen? Heb je zo'n zo Miffler op zo'n kussentje en je hebt uh, zo'n. Uh, dat, dat, dat paard op de gang, hoe heet die? die uh... Oh ja, die ja, dat was ook een goeie. <laughs> nee dat jij nu zegt een Muffler op een kussentje? Dat het in de folder staat. <laughs> ja, ja ik, uh, wij hebben een muffel op een kussentje. <lacht> <lacht> ja, dat is als het park in, uh, in Brabant zou liggen. Nou, we hebben een op het kustje en we hebben twee paarden in gang staan. Dat uh, was het wel. Maar uh, ik ben benieuwd wat je kan doen in een echt theater met special effects en dergelijke. Dus ik denk echt dat het heel erg mooi wordt. Ja. En je kan iets, en, iets meer op storytelling de storytelling allereerste Allereerst uh, een stage show rond Harry Potter. Ja. Ja, Je hebt wat klein nee, straattheater. Straat entertainment. Entertainment. Heb je natuurlijk. Uh, ja, geen echte stage show. Nee. Ik uh, denk vooral met succes, bijvoorbeeld van wat die Harry Potter op, op Broadway doet en uh, natuurlijk op West End draait, groot nog steeds Harry Potter-show. child, ja. Ja, je kan er wel heel veel mee. Zeker. Dus ik denk dat er wel een goede beslissing is geweest, uh, ook al capaciteit om dit circus daar te starten. Maar we komen daar in dat gebied natuurlijk voor de grand experience, hè? Harry Potter and en the Battle, battle at, at the, the Ministry. ministry. Ja, we zagen be beelden uh, dat we de, de metro-vloer ingaan, dus ja. eigenlijk de, de Want poort... Want we zijn in Parijs, ja. dus we gaan naar het ministerie in Londen. Londen. Ja, dat is een beetje een uh, rare wending. Maar hoe komen we daar? Uh, via uh, de open haard. De open haard, met de, met de groene roken, de, de vloer. Ja, vloer hebben, we, hebben we ook al een keer besproken in een ja. van onze afleveringen. Dus uh, uh, eigenlijk een beetje hetzelfde soort effect als uh, hoe je in de trein gaat in... Hoe uh, uh, is dat, dat station? King's Cross? Yeah, uh, dus je gaat een soort hoekje om en dan door middel van een soort Pepper's Ghost effect uh, lijkt het net alsof je, of je daarin gaat. En dan kom je in één keer in een in Ik een denk enorm... dat het hier gewoon groene uh, rookmachines uit de ja, grond zijn. Ja, maar ik denk niet dat zij bij iedereen groene rook in hun Nee, maar met zo'n CO2-jet af en toe misschien wat omhoog spuiten, met ja, groene ledlampjes. Ik, ik weet het niet, ik hoop het. En dan, dan ben je in het ministry. Ja, Want en dat ziet en, er goed en, uit. En waarvoor zijn we daar? Nou, we zijn daar omdat uh, 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 Dolores Umbridge, uh, die staat eigenlijk uh, terecht voor uh, haar, voor uh, haar misdaden. misdaden. En wij komen op dat moment dat bijwonen. We komen aanlopen en uh, ja, die gigantische hal, die is uit uh, Harry Potter 5-6, komt dat geloof ik uit, ja ja, ja, ja. hebben ze eigenlijk één op één nagemaakt en dat ziet er echt top uit. Ja. Wat ik wel jammer vind is, in de animaties zag je dat niet, maar later wel in het artwork, er staan gewoon al meandering dingen. Ja, want dat... je hebt natuurlijk publiek wat in en uit moet lopen. Maar het is natuurlijk mooi dat het gewoon zo open is. Ja, maar en dan heb je één grote tering. Allemaal... grote tering. Ja, dat wordt een tering. En op zich vind ik die, die meandering vind ik nog niet zo gek. Nee, bedoel, het is je, logisch. Je, 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 gaat, je gaat gasten ontvangen om naar het, naar het proces te gaan. Ja. Dus dan is het ook wel ergens logisch dat er meandering is. Maar het ja, ja zeker, zeker. Maar ik vond het zo mooi dat ze het wel in, de, in de, het artbook laat zien, maar niet in de animatie. Nee, nee, dat nee. Viel nee me dat me wel op, uh... hey, en, uh, uh, dit, dit vind ik dan weer in het, uh, in het rijtje kleine boodschap. Uh, over de tegels. Ja, nou, waren tegels, erg, ja nee, even daar waren ze heel erg. Daar kwam neen. Universal zelf mee uitpakken. Uh, ze hebben, voor de MetroFlu hebben ze 80.000 originele subway tegeltjes. Dus de, 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 de echte één uh, op één stijl die in Parijs wordt gebruikt. Die tegels worden ook gebruikt Londen. in de Waggerij. Uh, nee, dat is nog het prijsgedeelte. Oh. En als je in het Londen-gedeelte komt, bij het Ministry... daar hebben ze 125.000 originele tegels. Die zijn allemaal een beetje mooi. Is het een beetje emerald-groen-achtig, ja, ja, ja. uh, uh, hoe dat eruit ziet? Ja, het ziet er goed uit allemaal. Ik denk wel een hele mooie wachtrij worden dit. Ik denk Ook hoe ze het dak gaan doen met het rook. Want een hangt fantastische een soort experience. Ja. En het, het wordt, uh, als je het ziet, hè, het is een soort ja, Tower of Terror lift. Ja, zo, daar zit je Maar in. dan op een Spiderman-systeem. Uh, uh, wat ook zeg maar een, een anderhalf, twee meter omhoog en omlaag kan. Ja, een ja, soort harmonica gaat om op en neer en heen op, en weer. Een soort schaar eigenlijk waar je ja. op zit. En die schaar kan in en uitklappen, waardoor je de hele unit nog naar boven gaat en naar beneden. Met, ik schat zo'n beetje, 16 tot 20 passagiers Sorry. per, ja. per uh, capsule. Ja, en dan zit je in de lift en dan ga je door uh, uh, het ministerie heen. Ja, het ziet er super uit. Ik denk als de eerste onride. Schijnt ja, dus uh, dat, je, dat een van de scènes. Schijnt enorm te zijn. En heb je die animatronic gezien? Ja, die is goed. Zo, heel veel dachten dat het animatie was. Nee, nee, Een maar... en echte animatronic. Hij deed me heel erg denken aan de. Ja, dan wordt het heel nerdachtig... De, de A100 animatronic die voor de Great Movie Ride was gebruikt. Met van de, de, de Wizard of Oz. Die, die hex, heks, ja. Die beweging, die heb ook dat toch wel een beetje dat hakige wijze. Ja. En die komt uit de jaren tachtig. Maar uh, <laughs> ja, zo, in ieder geval voor Universal. Dat is ook, ook dit heel soepel. Ja. ja, en dan wordt het nog nerdachtiger. Ik ben uh, even Alicia Steller gaan contacten ja, ik van. Het, ja. uh, weet jij wie de bouwer is? Want uh, ja, we kennen natuurlijk uh, voor de mensen die een beetje hier en daar dingen horen over Disney zo. Je hebt de Garner Halls, de Shelly, Dark Rides, et cetera. Maar Universal maakt eigenlijk bijna nooit bekend met wie ze werken. Het zijn altijd een beetje onbekende partijen. We hebben natuurlijk uh, Creature Technology, die doen eigenlijk alles voor Jurassic World. Ja. Uh, maar voor uh, de die we hebben ook Hackers gebouwd hè? Uh, nee, dat dacht ik dus. Het is een ander bedrijf. Het is Rush Industries. Oké, okay, zij, maar ze hebben nou, die ook Hagrid gebouwd? Die hebben ook Hagrid gebouwd, ja. Oh. Zou ik later... Uh, uh, ja, heel apart. In de Goblins, in de Bank, en. de... Escape from the Wizard Gringot. World? Gringotts. Escape from Gringotts. Oh, die lange titels. Uh, bijvoorbeeld die, die zijn alweer gemaakt door Advanced Animations. Het Amerikaans bedrijf, maar ook die een beetje op de achtergrond werken. Welke? Hebben. Welke? Zij hebben ze animatronics in die attractie? Nee, je hebt toch in het begin die bank, al die goblins die daar zitten te te, oh, ja, 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 tuurlijk, te tellen. En ja, ja. die heel ja, boos ja, naar ja, je kijken. Ja, 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 dat is cool. ook een Amerikaans. Maar deze dus, die hele soepele die in deze actrice komt, dat schijnt door Rough Industries ge gemaakt Rush. door Rush, Rush Industries. Rush. Ja, oh. ja, ik ben, ik ben net, op ik ben een site ben... gaan kijken. Er is 0,0 info. Is dat over... dat bedrijf waar alleen maar auto-onderdelen en zo ziet? Ja, ze zijn heel erg in de, in de engineering van, van, van luchtvaart. Ik, ik heb op die website zitten kijken. Ik had kan een beetje vinden. De Dynamic Attractions Vibe. Juist. Nou, maar daar zag je nog, tenminste iets van attractie. Hier zie je alleen een foto van Diagon Alley. Ja. Dit hebben we gemaakt. Ja, ja. wat heb je gemaakt? <laughs> ja ja nee inderdaad maar goed maar ik ben dus heel benieuwd ook met, uh, ja. uh, met deze hele ride en die hele er schijnt dus schijns één kamer in te zitten dat het grootste ledscherm ever wordt in een scène voor een met attractie. met animatronics erin met die schermen en dat uh, ja ja en misschien heel zelfs een Hermione hmm. animatronic Hermione heel kleine animatronic ja. <laughs> ja dat was al het nieuws uh, wat we voorlopig in de notendop weten van dit nieuwe themadeel ja. ja, het ziet er top uit. We wisten het meeste grote lijnen, wisten we al. Maar het is mooi om het nu het is, visueel uh, tof te zien. Toch om het echt te zien. En ook mooi, toch wel dit, uh, dat vergezicht van uh, um, de Sacre-Keuren. Ah. Dat zag er toch wel goed uit. Zeker. Ik had wel verwacht dat je daar meer rechtop zou lopen. Maar je moet toch wel een stukje iets het gebied in. En dan links naar, een beetje naar rechts buigen. Ja, het is wel mega immersive. Hem, ja, het is mega immersive. Ja, Het ziet er echt goed uit, het uh, themadeel. En al die winkeltjes en uh, och, zin. En Batterberen ook te komen. Nee. Oh, anders. Nee, het heet. Jarraburg. Jarraburg, ja. Biarreburg. Ja, maar goed, dat zal alles hebben En heb je die, uh, uh, die Amerikaanse Bourbon Bar gezien? Er komt dus een soort Amerikaanse bar, komt erin, om dan een soort honk te zijn voor de Amerikaanse wizards uit de... Ah, uh, die in Parijs zitten. Die in zo. Parijs zitten. Dus een, en dat wordt een soort bourbon. Uh, dus dat, dat iedereen is helemaal excited, want een open bar zo in dat park. Ja, Amerikanen denken zuipen. Ja, 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 ja. Het enige wat ik eigenlijk mis is, uh, is Kowalskis. Of Kowalskas, Kowalskis. Die bakkerij van die man. Die zit natuurlijk in New York... Nou, misschien dat is vooral technisch. Uh, ja, ze zitten daar natuurlijk een beetje, een beetje ook met. Die Niemand twee... heeft die films gezien. Nee, dus. Het dat, maakt dat zijn scheelt... rol uit wat je daar doet. Niemand nee. heeft die films gezien. Nee, dat is zo, dat is zo. Um, waar geen film van is, maar wel prachtig uitziet, is uh, Celestial Park. Ja. Dat themadeel, uh, het, 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 zeggen, het hart van Epic Universe. Uh, mooi, ja. Da dat, dat standbeeld was binnengekomen, zag ik. Ja, het zag er mooi uit. Ja, het Echt ziet sowieso mooi. mooi uit. En ik, ik zag foto's op Bio Reconstruct van die carousel. Ja. Ik dacht dat het concept art was. Ja, zo, zo mooi. mooi ja. Zo gedetailleerd. Het is een beetje paars glas achter. Oh, ja, ja, Het zag er mooi uit. Maar Celestial Park, daar is wat meer informatie naar uh, buiten gekomen. Want een paar Imagineers uh, van het project die waren te gast bij de podcast van Universal Self. Ja, er is een, uh, een uh, kopie van de Upload podcast in Amerika. Die hebben wel uh, echte gasten. Ja, zeker. <laughs> en uh, die uh, vertelde daar, ja, het is heel Amerikaans natuurlijk, alles is amazing. <laughs> en de uh, best project we had. Het is the best we uh, ever had, oh, it's amazing. amazing. It's like totally awesome. Ja, uh, die gingen vertellen over uh, met wat extra feitjes die naar voren kwamen. Bijvoorbeeld de Kronos die in het begin staat als yeah. je uh, 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 Celestial Park binnenkomt, eigenlijk, de entree van Epic Universe. Die moet uh, voorstellen dat als alle. In, in dat systeem goed staan, de opent eigenlijk de portaal naar Epic Universe. Dat is een beetje het verhaal erachter. Oh, ja. Waardoor... dus in de avond als het park dicht is, dan draai je gewoon die. Uh... Ga ze heel hard draaien. Ja, ja nee, waarin die, die Mario. Uh, ja, coin. er zitten wat icoontjes uh, zitten erin verwerkt. Maar die Mario Coin heeft twee kanten. Je hebt zeg maar de oude ethisch Ach, Mario en je ah. hebt de, de moderne Mario. Oh die moderne had ik nog niet eens gezien. Ja die zit aan de achterkant, ah. dus dat ding draait dan en dan heb je dus continu krijg je ook een andere. Ik denk dat wel heel mooi is als je aankomt lopen en dat ding vooral met zonnestralen die erop. Zeker en het ik gaat denk gaat de eerste mooi, drie dagen dat er fantastisch uitziet. Ja <laughs> daarna wordt het allemaal uh... die tropische storm die had wel een beetje zootje gemaakt hè, weer van dat uh... ja dat is oh. wel. dat probleem hou je natuurlijk ja. uh, in Orlando. Uh, wat ze vertelde is dat dit hele systeem werd gemaakt in Italië. Dus deze hele gate. Ja. En toen moest ik gelijk aan één partij bedenken die dat zou kunnen maken. Sam Perla? Nee, dit is waarschijnlijk gewoon... Uh, maar ja, met alle respect, engineering in Italië. Kijk, het ziet er in, als het er mooi uit moet zien, moet je in Italië kopen. Als het moet werken, moet kun je het beter Italië uit Duitsland koop. halen. Ja. <laughs> dus... De, de vraag is of vorm of functionaliteit hebben gewonnen in deze strijd. Nee, maar het deed mij een beetje denken aan die Nublas-attractie die uh, Perla aan het maken is. Waar je ook allemaal dat soort elementen... Ja, Misschien oh, domme... zullen hun die motortechniek erin verwerken. Ja. Het deed mij gelijk denken aan Perla. Ik denk ja. dat Jim Shul had gezegd van... Ik ken nog iemand die dat in elkaar kan zetten. Ja, Nou, ik laat hopen dat ze Jim Shul gewoon nog uh, verantwoordelijk maken voor alleen Dreamworks. Want dat heeft, heeft zijn signatuur. Jammer dat je zo negatief bent. Ja, komt hij nog weer een keer bij ons in de show binnenkort of niet? Wie weet, we kunnen hem altijd bellen. Oh nee, dat vind ik het een topgang. Ja, dat is leuk, leuk. Nee, hartstikke goed. Uh, heb je die designs van gezien? Ik vind Toy Story Playland vind ik misschien wel het summum van... Uh, ja, ja, ja. ja en Crush ja. wow wauw. Ja. De... Uh... Wat nog meer was bekendgemaakt voor Celestial Park... is dat er 26 verschillende tuinen worden aangelegd... Mm -hmm. uh, die allemaal hun eigen thema hebben. Allemaal uit hun eigen werelddeel. Ja, ja. Aparte plantsoorten. Maar wat ook naar voren was gekomen... is dat er ook een soort ceremonie elke dag gaat plaatsvinden... die van de dag naar de nacht gaat met verlichting. Dus het is niet dat s'avonds in één keer... niet gewoon de zon die ondergaat... dat je dan weet, het is nu nacht. Dat zou ook kunnen, ja. Maar Helios, de, de zongod waar ook het hotel naar nou vernoemd is... Mm -hmm. die staat een beetje centraal overdag als de heerser van de dagfase. En dan elke avond doen ze een soort ceremonie... waardoor langzaam alle licht in het park... synchroon een soort van lichtshow geven... waardoor ze langzaam op de nachtstand gaan. En dus wie is wat, dan? Dat weet ik niet, wie de nachtstand... Uh, maar er schijnt de hele show elke ja, dag te komen. Ja, ik ben heel benieuwd. Het is niet in één keer dat ze gewoon de verlichting aanzetten. Ik dus word heel benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Uh, de Stardust Racers, de dubbele achtbaan... die wordt expres niet uitgelicht in de avond, want... Uh, de treinen, die zijn voorzien met allemaal LED-lampjes, ja, ja, al ja, ja. die komen dan ja, voorbij razen en die moeten een soort van ja, uh, stardust-sparkle-ding uh, steeds in het gebied uh, rondbrengen. Dus dat vind ik wel apart dat ze die niet uitlichten. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Zo'n gigantisch groot ding, dat wil je s'avonds goed uitlichten. Ja, maar, maar het is juist wel vet dat, die, dat je die sterren dus echt ja, uh, de, door de, de, de nacht heen ziet vliegen. Dat wordt wel mooi. Um, ook ook meer het... dingen die daar s'nachts en de nacht eens iets vliegen. Maar daar komen ze we wel op. Daar komen ze we wel op, ja. Uh, bovenin het uh, uh, element wat we hebben gezien waar de tre treinen eigenlijk over elkaar heen draaien. Dat uh, wordt een Celestial Spin genoemd. Maar dus... dat betekent dat dat dus de naam is van het element. Dus vanaf nu, ja. elke achtbaan die dat element krijgt, die heeft straks de een Celestial, celestial spin. spin. Ja, dus dat is misschien in de mac uh, brochure staan. De Celestial ja. Coaster. Ja, die hebben ze straks, uh, Voltron uh, voegen ze dat toe. Gevolgd met uh, een Celestial Spin. spin ja. uh, er zijn acht verschillende muziekstukken en ritprogrammeringen voor de bekende Carousel, de Constellation Carousel, uh, bedacht. Super. Dus elke keer heb je toch een, een andere ervaring. Andere ervaring. En de capsules waar je in zit, of de paardjes, of de wezens waar je op zit, vanuit het sterrenbeeld, uh, die kunnen ja, ja. ruim twee meter omhoog oh, gaan. Wow. Dus het is best wel een flinke zwiep die omhoog kan gaan. Oh, uh, nou, daar ben ik wel echt heel benieuwd. Ja, het is toch een andere vorm dan een andere standaard carousel. Een carousel ja. De Imagineer zei ook van, ik, ik gebruik niet graag het woord carousel, want hij zegt eigenlijk is het veel meer dan dat. Als hij zegt, omdat die... Vaak het commentaar kreeg van ik werk aan een carousel... dacht iedereen aan een klassieke carousel. Maar we willen toch benadrukken dat dit een heel andere wat anders is. ervaring is. Nee, ik ben uh, Astronomica, de, de bekende waterspeelplaats die in het midden van het park zit... daar zagen we gewoon wat kleine fonteintjes en ja, simpele dingen. Maar die schijnt ook naarmate de avond de, de hoofdfonteinshow is... Schijn ook de fontein op de waterspeelplaats mee te doen in dat verhaal. Oh ja. Dus het is een soort verlenging van de fonteinen. Zou ik dat wel grappig vinden als er bij de Efteling, dan bij het nieuwe hotel, een soort kleine waterspeelplaatsen voor die dingen. En als dan Aquanura gaat, dat je ook een soort mini-Nura hebt. Ja, zoiets, ja. Dus, als jullie luisteren op een, ja. een trademarked idee nu. Nou, kop hem in. En uh, nog een klein leuk feitje vind ik weer grappig, is dat uh, de fontein van de hoofdshow, ja, ja, ja. die kan hoger schieten dan het hotel. Zo'n kracht zit er op, ja. uh, op die fontein. Ja, dus als je kijkt, die laatste knal natuurlijk bij... Uh, Aquanoor Ja, dat is ook een beetje veertig, denk ja, ik. Ja, die, die gaan ook echt hoog. Ik ja. ben alleen wel benieuwd, want die vijver is natuurlijk niet zo heel erg groot in verhouding. Nee. Als de wind een klein beetje staat, en dat, dat gebeurt nog wel eens. Nou ja, Florida niet. Ja, maar in de nachten word je nooit meer droog. En met die luchtvochtigheid ook. Dat is niet te doen. Maar uh, ja, heel benieuwd. Ja, het, ziet, het ziet er fantastisch uit. Heb je ook die koperen dakplaatjes gezien, die ze overal te optimmeren zijn? Oh, het is zo mooi. Echt fantastisch, ik kan niet anders zeggen. Die rotonde is bijna klaar voor de deur, dus de, de, ze zijn ook bijna bereikbaar ook, al de hotels. Ja, parkeerplaats, de, het groen, ja. de palmbomen. Bizar, bizar. heel snel gaan. Ja, ik zag nu dat het, zelfs bij het zwembad zijn ze de cabanas al aan het bouwen. Ja, die hebben ze overgenomen van Magic Kingdom. Ja. <laughs> die is maar Bob uh, J. toch? Die kochten ze op eBay bij een B. JPEG. Ja, Bob C. <laughs> Bob C. Hé, hey, als je dan kijkt naar uh, de Super Nintendo World... Nou, het decor van de Donkey Kong Minecart Madness, dat ziet er fantastisch ja. uit. Uh, ik zie wel steeds meer details. En je ziet wel het verschil, ik denk dat de mensen die al in Hollywood zijn geweest, ja, dit is wel echt een leveltje hoger qua afwerking, qua teaming. Dit zijn geen stickers als plaat, Het is echt allemaal mooi materiaal ook. Ik merk wel, als je dan de luchtfoto's kijkt van Bio Reconstruct, je ziet het van iets meer een afstandje, dan denk je, oh, het is een beetje plastic fantastic. Dan komt het een beetje, beetje ja raar over, maar hoe meer je erop inzoomt, hoe mooier het eigenlijk wordt. Hey, uh, Isle of Burke. Ja, die draken, ja. vliegende draken. Ja, nu drie dagen zijn ze gespot. Ja, vliegende draken, maar met flapperende vleugels. En ze hadden even kijken. Ik zag bij Elisje Stella die had, had bekeken dat er is in principe een hele soort U-vorm rondom het gebied waar die dingen zouden kunnen vliegen. Dus ze kunnen die dingen echt nou ja, nagenoeg boven mensen. Laat ik even de illusie wekken dat ze boven de mensen vliegen. Ja, het is eigenlijk gewoon heel slim het gebied achter het theater langs... waardoor je niet boven het publiek vliegt, maar inderdaad wel boven het gebied zit. Het gebied is natuurlijk ook best wel groot... En ze hadden. Ja, het zijn draken. Ik denk gigantische drone achtige Ik weet niet of het uit meerdere drones bestaat, of dat het gewoon één grote drone is. Ik denk dat het gewoon één grote drone is, met vleugeltjes eraan. En die dingen. apart weer worden gekozen. Maar ja. het zag er geweldig uit. Van, heel erg vet. Ik denk als je niet in de gaten hebt wat daar gebeurt, en je rijdt daar langs en je kijkt en denk, in één keer de lucht dat je wel schrikt. Ja, maar dat vond ik nu al. Als je die beelden zag van ja. een afstandje, dacht je echt van hè, wat is dat voor grote vogel dat ja. daar vliegt? En ook qua beweging. Het voelde niet echt. Heel zo drone. nee. Hij was heel uh, kwam mooi langs. Ja, top. Heel slim bedacht ook weer. Ja, ik ben benieuwd hoe lang het voelt. Uh, Magic Kingdom heeft geloof ik ook één dag een keer een drakendrone gehad en uh, daarna nooit meer. Nee. Dus uh, ja, ik ben echt heel benieuwd. Het zag, het zag er fantastisch uit. Dus je ziet al die details in dat land. Uh, steeds meer details ook bij de, uh, bij de Splash Battle. Ja. Daar. Uh, steeds meer beweging ook, steeds meer kinetics die erin komen. Ja, Het wordt echt wordt ja, fantastisch. Het wordt ook kleurrijker nu. Je merkt nu dat alle kleurige huisjes, ja. uh, het gras, het contrast erin, dat komt nu steeds meer naar voren. Het ziet er echt super tof uit. Ja. 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 Mooi, mooi gebied. Ja, we, we hadden het over de, de entree altijd. Daar al het gras, uh, uh, mooi groen erbij ligt. De resorthotels uh, Steldenoven en Terra Luna. Die maken zich ook eigenlijk klaar voor opening, want die gaan natuurlijk in het begin van 2025 open. Ja, over, uh, daar een maand ligt of vier. nog. Daar moet alleen nog het zwembadwater in. Ja. Het is bizar wat daar ook allemaal helemaal klaar staat. Uh, zal binnen nog genoeg moeten gebeuren, maar van buiten ziet het er al redelijk af. Ja. Uit. Ja, bijzonder ook dat. Ja. ja. en jij bedoelde net al uh, met de Olympische spelen de Minions. Uh, zou je willen slapen met Minions? Uh, ja, het lijkt me wel leuk. Ja, lijkt je leuk. Ja, want we hebben natuurlijk het Loos Portofino B Hotel, een van de Universal hotels. Die hadden nu uh, een, een Despicable Me Kids Suite. Ja, het, het maar dat is. Hadden ze die niet al eerder? Het Zou ook zo'n Jurassic Suite hadden? Dus volgens mij, dat is al eerder. toch? een mini-suite. Ja? Dus dit nieuws kunnen we gewoon helemaal skippen. Nou, ja, ik weet niet. Misschien is het wel nieuws. En dan, uh, dan heb jij goed. Uh, dan heeft de research-afdeling goed zijn. Ja, het, het werd nu heel goed, dik gepromoot door, door Loos. Of ze moeten die kamers vullen. Ja. <laughs> Dat kan, ja, dat, dat kan, kan ook, ook. ja. Ik had ze nog niet hey, eerder gezien. Ik dacht misschien is het een tie-in met de Spiker Me 4: dat ze denken: oh ja, we hebben nog Ja, eh, Dat zou kunnen. Dat kunnen. Want uh, uh, ja, de, de bezoekersaantallen vallen een beetje tegen. Ze filmen me nu in ieder geval, pas op. Ja, maar dus. ja, ze hebben ook die kamer met die uh, Jurassic World-ballen uh, en zo. Dus volgens mij waren die mini-kamers er al. Maar, nou, okay. zou kunnen. Anders doen we dit met de redactievergadering, met de afdeling Research ook even bespreken. We vliegen door naar het, uh, het uh, mooie Bedford. Ja, gaat er ooit een parken komen? Nou, volgens premier Keir Starmer. Die staat volledig achter de, achter de plannen. Ja, ja dus. het, het, het is nu een heel politiek spel. Er worden elke week worden de brieven gepost. Kijk, we hebben naar uh, de minister van Cultuur een brief gestuurd. En de minister van Cultuur die stuurt een brief terug en die zegt we supporten de cultuur. Ja, daar ben je minister voor. <laughs> Die... Ja, Zou zo wat zij zegt, ik ben minister van cultuur, oh, dat vind ik echt keistom. Ja, ja, we hebben van iedereen krijgen we support. Ja, iemand die minister is en die staat voor uh, werkgelegenheid, ja, die wil natuurlijk dat er werkgelegenheid komt. Ja. Het zijn allemaal een beetje van die, ja, denk ik. Ja, de, ja. Ja. Nee, ja, ik ben het met je eens, ik ben het met je eens. Maar goed, er zit nog steeds een positieve flow. Uh, geen aankondigingen nog van presentaties tijdens IAPA in Amsterdam. Dus oh, uh, die scoop heb je al? Nou, in het, in het voorlopige programma staat niet dat oh, de Universal okay. een uh, presentatie gaat geven. Nee, en er gebeurt ook helemaal niks meer nu op het trein. Er waren natuurlijk in het begin een beetje grondwerkzaamheden, wat testen. Uh, maar er wordt nu helemaal niks meer gedaan. Nee. Ze hebben alles weer dichtgegooid en zijn weggegaan. Nou ja, ze hebben, ze hebben uh, uh, d 23 gekeken. Uh, <laughs> en, ze, en ze dachten, ja, het is niks gaan doen, dan hoeven wij ook nog niet. Ja. Is al wat meer bekend. Die zijn al tien jaar aan het bouwen aan die Frozen-attractie. Ja, hè? erg hè. Het is nog niet klaar. <laughs> ja, ja. Ja, maar nu, wat wij, wij nemen, dit op en nu is die 20 Chinooks. Dus misschien is het wel dat Disney allerlei fantastische dingen op Je hebt gewoon vier, is, vier is, nieuwe parken terwijl wij hier nog ja, zitten. Is, is dat Lion Kingland toch gekomen? Ja. En uh, ja. Nou, ja, wie weet. We vliegen een stukje verder naar uh, jouw favoriete plek, Singapore. Ja, want uh, gaan we niet naar Japan. Nou, Singapore ligt, als je kijkt op de kaart, eerder dan Japan. Oh, oké. Okay, okay. ja, je moet wel een uh, beetje nee, okay, nee, de lijn gaan. volgen. Ja, sorry. sorry. Daar is uh, Minionland aangekondigd. We volgen al een tijdje uh, de bouw daarvan. En, en was dat ook niet al gedaan? Wat bedoel je? Was dat niet aangekondigd? Nee, dat was nog helemaal niet gedaan met wat er uh, zou komen. Ze hadden gezegd Minion lint, maar niet wat er... Exact. Oh, ja, nou nee, ja, want jij stuurde dat via ja, Minion Lint of Sjaak. ik zit bangers af. Ja. Dat, dit, 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 en de, de geruchten waren, het. het zou 2024 klaar zijn. Nou, zagen we al een tijdje geleden, nee, dat de dat luisteraar van hoor. ons stuurde foto's vanuit het park. Nee. En zag je nog, Dat is nog lang niet klaar. Maar nu is echt naar ja. voren gekomen wat er officieel allemaal te zien is. Ze dus hebben daar Grews Neighborhood, het, uh, het, uh, het hoofdgebied. Ja. Daar staat het Despicable Me Minion Mayhem, uh, de simulator ja, oh, die we oh. kennen. Onverstelbaar zeggen dat een hele dark ride wordt opgeofferd voor een simulator, ja, maar niet eens een echte simulator van nee. een theater met een groot scherm, met bewegende banken ervoor. Dat je echt denkt dat dit nog gebouwd kan worden. Anno 2025, ja, ja ze hebben het al twee keer eerder gebouwd. Onverstelbaar, ja, nou, dat twee. wordt dus de hoofdattractie. Nee, eh, vaker. In oh bij uh, Beijing ook is, uh, nog Beijing. super silly funland staat daar ook ja volgens mij wel in Japan heeft hem ook hebben ze Back to the Future hebben ze ervoor omgebouwd uh, Terminator theater in uh, uh, nee niet Terminator Theater. Uh, ja wel Terminator theater in, in Hollywood in sowieso in Hollywood Orlando. Orlando de de Hanna Barbera ik ga het nu uh, gelijk Nick, opzoeken Nicktoon Blast dus dit is al de vierde of de vijfde keer hij is in Hollywood, Japan, Beijing en Singapore. Ja, dat is toch onvoorstelbaar? En Florida. Dus ja. Ja, hij is inderdaad vijf keer. Ja, ja copy-paste. Ja, die zijn ja. nog niet lang met lachen. Nee, zeker niet. Iets verderop in het gebied heb je de Minion Marketplace. Daar heb je uh, uh, drie winkeltjes. Sweet Surrender, de Pop Store en Fun Store. Ja. Oftewel een, 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 een snoepwinkel. Uh, merchandise. Het is allemaal heel druk, heel, uh, heel kitscherig. En Super Silly Funland... Ik had verwacht dat dit een beetje kopie zou zijn als in uh, Beijing. Ja, of Beijing ja. uh, maar dat is het niet. Geen achtbaan. Er is wel een, een uh, Silly Swirly en Buggy Boogie. The World's First Minion Dance Party themed Carousel. Yay. <laughs> ja, maar daarom zei ik dus net ook al bij, uh, bij de UK dat ja, Minions, dat moet je eigenlijk wel hebben. Want dat is blijkbaar heel makkelijk. Het is verschrikkelijk goedkoop. Ja, dit, inderdaad, dit hele gebied heb je... In, 750 en, miljoen euro. Dat is één man die al die minions inspreekt. Dit is, dit is zo mega goedkoop om te maken. Ja. 750 alleen maar de, de, de kaartverkoop. Dat nee, maar prijzen... als je ook kijkt dit hele gebied. In feite is het alleen een soort kindercarousel. En, uh, en die simulator. Ja. En daar hebben ze echt gewoon een gigantisch... Voor Singapore, die al niet veel ruimte heeft. Uh, gigantisch gebied voor uh, plat gegooid. Ja. Onvoorstelbaar. We gaan uh, verder met films. En dat We is gaan naar woord. Japan. Oh, wat wil je zeggen over Japan? Ja, maar, nou, ik wil niet zoveel zeggen over Japan, maar dan, ik bereid allemaal dingen voor. Oh, en oh dan, je hebt weer snacks. Oh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Want, want, want een collega van mij, die ging, uh, die ging naar Japan. Bijna allemaal collega's naar Japan gaan, trouwens. Die Japanse yen die is zo weinig waard, dat in principe kun je voor uh, een drol en drie knikkers naar Japan toe. En ze zei, moet ik iets voor je meenemen? Ik zeg, ja, natuurlijk. Uh, want ze ging naar Universal Studies Japan. Ik zeg ja, prima. Ik zeg, maar Moet jij ja, iets leuks me nemen? Ik zeg, maar het maakt me niet uit wat het is, als er maar Universal Studios Japan op staat. Dus dat heeft ze gedaan. Een heel mooi zwart doosje. Ja, het is een soort van. Uh, doe even ASMR. Wacht zo. Even bij de ja. ik, even zo. Ja, ik ga hem nu even. Oh, ik maak, oh even, ik, maak even, ik maak hem even open. Het is een soort koek, koekblik. Ja, het is. Maar. het lekker? Van. Even ruiken, even ruiken de koekjes. Ja, er zit er nog één in? Er dus zaten er 24 in. Maar kijk eens wat een fantastisch mooie koekjes ook. Ja, ze ruiken een beetje café noir-achtig. Dat is wel lekker. Mm, koek. Maar ze hebben yeah. echt fantastisch mooie koekjes. Ja, het is een mooi strak koekje en er staat op gedrukt het logo van Universal Studios Japan. Ga ik hem, gaan we hem testen? Ja, ja, ja? zeker. Kom hier. Dan nou, ben je droog. <lacht> <lacht> ik heb als <weleens> eerder bij <laughs> jou. Jezus. Maar wel lekker, maar een beetje droog. Ja, lekker maar. Ja. ja. dit was 500 yen, of uh, omgerekend de twee kwartjes. Maar. Uh, ja. Lekker qua smaak, maar wel droog. Ja. Ja, Ja. Maar, ja. 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 Ik vind het een. Uh, ja, hartstikke leuk. Dus, Dat heb je meegenomen. We hebben meegenomen. Hebben we toch iets uit, uit Japan hier liggen? Ja. Dus het nieuws uit Japan is dan. Dat de koekjes zijn overgekomen. Ja. Nou, wat ik wel leuk vind, als je dan op het, het logo van Universities Japan. is Japan en Australië. Ja. Dus het logo van Universal is Draait mee. gedraaid mee met ja. waar het park is. Keurig. Nou, dat is toch ja, een hartstikke, yes. mooi, hartstikke mooi. Films. Gast erop. Ja, Twisters. Ja. Nou, uh, jij hebt 200 miljoen, inmiddels 230 miljoen, dus de tellen wel doorlopen. Uh, maar de verwachting is wel dat die uh, snel naar video iemand uh, komt. Ja, ze, ze, ze hadden er meer van verwacht. Je ziet ja. er wel veel beelden en commercials ik, voorbij komen. Ik zie ook heel veel mensen die in een, een 4DX-theater kijken. Mm -hmm. Waar je continue het heen en weer wordt. Ik wil me eigenlijk wel een soort theater kijken. Maar toen ging ik online kijken. Is bijna niet te vinden in Nederland. Althans, dat hij draait. In heel Gwaard hebben we zo'n. Ja, maar niet bij elke 4DX-theater is de Twistersfilm te zien. Oh. Maar 4DX is ook met, 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 wind met van, en... Ja, dus met die stoelen. Want dus een soort ja, maar die simulator. Stoel, dat wil ik hier in Eergewaard. Ja. Je, ja, kijk, ja. jij hebt alleen die, die gare Kinepolis bij jou, waar nooit iemand is. gewaard Hoor heet maar, die bioscoop? We gingen vorige keer even uitrekenen. Hoe Hoe veel, hoeveel stoelen heeft die Kinepolis in, 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 in Haarlem? Duizend of zo? Ja, die hebben heel Elk, veel. En er komen, hoeveel mensen komen er per jaar? Honderdduizend? Nee, 42.000 heb ik uitgerekend. Dat is zo... Uh, 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 wat Hoeveel mensen waard ook weer per zaal? Ja, dertig mensen of zo. Ja, als het vol zit dan, hè. Maar. Uh, hebben we het over de, de VU, Ja, VU. De VU. Even kijken, films... Uh, nu in de bioscoop. Als jij dan voor ondertussen even gaat, gaat zoeken. Uh, Minions ja. 3 aangekondigd voor 2027. 20. Geen verrassing, denk ik. Jurassic World Rebirth voor 2025. Interessante cast ook met Scarlett Johansson die erbij is gekomen. Wel, ik, uh, ik heb uh, Twisters gevonden, uh, maar die draait niet als 4DX. Oh, jammer. Hij draait hier wel, maar gewoon als uh, 2D. Oh, nou, jammer. Hey, met Jurassic World Rebirth heb ik al even, even ja. benaderd. Als we het dan hebben over Twisters, daar speelt een acteur in, Glenn Powell. Ja. Fantastische glansrol natuurlijk van die man in die film. Uh, maar die gaat dus nu waarschijnlijk ook de rol spelen in de remake van Backdraft. Ja. Een hele bekende brandweerfilm van Universal is ook een, ooit een, een, een stunt, nou nee, stuntshow, een attractie het special geweest. Special effect. Ja. Uh... Die was dicht op de dag dat ik er was. En kort daarna is geloof ik <laughs> ook gesloten. Het was een beetje uh, hetzelfde als de effectshow van Armageddon. Uh, daarmee kon je het een beetje vergelijken in uh, ja. Walt Disney Studios Park. En ja, gewoon alles in de fik. Ja, dat idee. Uh, maar die film, ja, Backdraft, is een bekende brandweerfilm uit Amerika. Maar die gaan ze weer opnieuw uh, leven in de uh, handsteken. Ja, ik ben heel benieuwd. hey en uh, als we het dan even hebben over, uh, over filmstudio's ook. Paramount. Ja, er wordt al een tijdje gezegd van uh, gaan ze... Gaan ze fuseren of gaan ze bepaalde dingen overnemen. Ze zijn natuurlijk ook de samenwerking aangegaan... met Universal voor uh, show, Sky Showtime. Hebben we al een mailtje gekregen uit Denemarken? Nog steeds niet, hè? Sky nee, Showtime nee, nee, nee. Nee, dat krijgen we nooit meer. Ja, ik kreeg nu een mailtje van Prime... Dat ze nu Sky Showtime hebben toegevoegd aan Prime. Ik begrijp, ik begrijp, die ik begrijp het allemaal niet meer. Ja. Dat, hoe gaan die contracten onderling allemaal? Ja, weet ik veel. Dat is toch helemaal niks. Uh... Nou ja, nu ook weer zoiets. Het productiehuis Skydance Media... die neemt het moederbedrijf van Paramount over... voor uh, 10,4 miljard. En als de deal uh, definitief rond is... dan uh, wordt de voorlopige naam Nieuw Paramount. Maar die gingen weer Wat heel... Wat een prutnaam. Ja, het... Uh... Het is weer zo verzonnen. Maar die gingen we heel erg inzetten op Paramount Plus. Dus eerst was Paramount. Ja, maar ik heb wel het idee dat Paramount Plus nog wel een soort van succesvol is of zo. Ja. Het is ook maar als waarom al die moeten dan dan in Sky Showtime? Als ik, als ik de, de, de content zie op Sky Showtime, dan, dan is het meeste wat nog een beetje te, te billig is, dat komt van Paramount. Ja. Ja, het is weer ja voor jong voor young Rock hoef je het niet aan te schaffen. Nee. Vogelvluchten, voor je dat uh, die, uh, met die uh, eenden? Ja, vond ik een leuk film. Ja, maar die staat nu wel op Sky Showtime. Oh. Sinds gisteren of zo. Oh, ja. Ja, Dat is een leuk film. Ga die kijken met het gezin. Ja, was, maar het was echt een leuke film. Heel leuk film, is echt een leuk film. Een leuk film, echt is een leuk film. Uh, nou, Jurassic World Rebirth heb ik heb ik gedaan. Dan krijgen we nu musicals. Ja, een nieuw, uh, nieuw tapje voor Blijk, ons. Ja, ja het zijn geen musicals, eigenlijk een toneelstuk. Uh, Ik Shark heb de trailer is... gekeken, het zag er grappig uit. Ja, The Shark is Broken, uh, een toneelstuk wat oorspronkelijk uit 2021 komt, uh, komt weer terug uh, in uh, de Verenigde Koninkrijk en Ierland vanaf januari 2025. En het is een soort van toneelstuk, een beetje Comedy-achtig over de film Jaws. En dat hebben ze natuurlijk weer nu naar boven gebracht, omdat Jaws hoofd uh, 40 jaar bestaat, 50 jaar bestaat. Ja. Uh, voor ik die. Vond, ik uh, vond een van de, de, de lines uit die trailer vond ik van ja, deze film, wie. Wat, wat denken jullie zelf, hier heeft over 40 jaar niemand het meer over. Ja. Nou, ja. dus wel. En oh. het uh, leuke is uh, dat de show is geschreven door Ian Shaw en uh, Joseph Nixon. En die Ian Shaw, dat is de zoon van Robert Shaw. En Robert Shaw is uh, een van de hoofdspelers uit de originele Jaws-film Quint, de, ja. de, de, de Schipper. Hè, ja, maar die... hij speelt ook zelf die ja. rol ja. In, die, in die musical. Ja, super grappig. Ja. zag er wel goed uit. Simpel decor, maar wel leuk decor. Ook. Ja, maar inderdaad over het, hoe de hele film gemaakt is en alle perikelen ja. tijdens de opname in een soort ja. trio Mooi, Mooi. Dan gaan ja. we naar een uh, financieel stukje. Ja, ja kort nieuws. Uh, Comcast heeft uh, de Q2-kwartaalcijfers weer bekendgemaakt. En uh, als we even alleen de parketdivisie uitlichten... die heeft een daling gekend van 10,6%. Dus ze hebben 10,6% minder omzet... Uh, dan tegenover 2023, nee, is gek, wat leidt tot een omzet van 1,9 miljard. We zagen ook bij Disney uh, toevallig uh, de kwartaalcijfers en die waren ook flink gezakt. Het gaat, uh, het gaat uh, nee, goed. Nee, maar ik snap het wel. Kijk, uh, de economische tijden zijn toch wel een beetje, ja. een beetje veranderd. Maar wat we niet moeten vergeten is dat Universal nu al maandenlang roept, volgend jaar hebben we iets fantastisch, volgend jaar hebben we iets nieuws, volgend jaar wordt het geweldig, volgend jaar wordt het, moet je komen. Volgens jou wat episch. Ja, maar ik denk het ook gewoon meer een algemeen ding is. Heel veel parken hebben nu moeite ja, mee. Je met, bent uh... echt bezig om mensen wel lekker te maken. Ja, dat wel, jaar, dat, wel. En, dat wel. En zeker dit soort trips, die plannen ja. mensen uh, ver van tevoren. Ja, dat zal niet, uh, niet meehelpen. Nee. Kijk, en bij Disney is het natuurlijk ook gewoon. Uh, ja, de hele tendens is het, is het is duur, het duurt lang, je moet wachten, je moet bijbetalen. Dat vinden mensen toch ook niet heel erg relaxed. Maar aan de andere kant, ja, het kan best zijn dat ze nu op D23 weer van alles bekendmaken of hebben gemaakt. En, uh, dat de mensen toch weer excited zijn. Dat ze allemaal met z'n allen morgen weer een Jode-koek gaan kopen. <laughs> koeken. Ja, ja, ja. het voor de mensen die het niet goed hoorden. <laughs> ja, dit was weer uh, de aflevering 99. Aan ja, voordat we eindigen, uh, we hebben natuurlijk aanstaande zaterdag de opname, 17 augustus. Dan gaan we de honderdste aflevering. Ik zat even one, weer, oude foto. Oh, oh. Wij zaten op deze plek uh, januari 2021. Ja. al een tijd geleden. Nou, wij maar, zaten op deze plek in uh, november 2020. Klopt, ja. Toen bespraken we het. Het was midden in corona-periode. Ja, was dat echt? Ja, tuurlijk. Corona 2020, uh, 2020. Oh ja. En toen hadden we het idee van: laten we het doen. En ja. Misschien moeten we eigenlijk in de honderdste aflevering praten over hoe die eerste aflevering ging. Dat ging wel heel ja. grappig hier ja. uh, op die manier. Ja, toen waren we wel echt. Uh, uh... Ja, je moet die oude shows ook niet luisteren. Blijf nog steeds een van de best beluisterde shows uh, uh, rond die periode. Ja. Grappig genoeg. Maar als je nu terugluistert, denk ik. Oeh wat was dat slecht eigenlijk niet dat we nu en goed zijn. En toen hadden we echt het idee. Nee, we gaan het allemaal over ja, tijdens, tijdens onze tijdens Ja, we nemen die dag. Ik heb heel erg veel zin in om uh, die dag gewoon leuke uh, show heel op te nemen. Erg leuk. Normaal bedankt beer. ook voor Hellendoren, voor ja, het meedenken en, en ja. voor voor alles. Echt, uh, Zeker. Fantastisch. Alle credits gaan hun uh, toe ja. uh, voor deze aflevering. Niets dan liefde. Ja, en daarna uh, nadat die aflevering uit is, uh, gaan we richting 101. Ja, dan moeten we toch. Uh, weer uh, terugkomen. Ja, of niet. Meteen. Misschien stoppen we wel we gewoon. Stoppen. Dat, ja, gewoon, stoppen. Gewoon, honderds, gewoon. Ja, het hoofdpunt stoppen. We gewoon die honderdste... dat het gewoon klaar is. Dat we in één keer... Pff, stekken eruit. Fine, uh, net als Phil Collins. Die zegt... Finally de uh, last... Nou, ik hoop niet... Well. dat ik het podium nu opgaat zoals Phil Collins... nu het podium opgaat ja, Dat is niet best, hè? Nee, nee, nee. Uh, Dennis, ik vond weer een uh, leuke show. We zijn weer bijgepraat. Ja, zeker. En ik zie vond jou jij, zaterdag. Vond, vond jij dit ja. nou ook leuk? O, ja, tuurlijk, natuurlijk. Ja, dan dan ga je het. altijd naar onze sociale kanalen... ...at Upload Podcast. Je kunt een mooie rating achterlaten. Je kunt uh, eventueel deze show financieel ondersteunen. Met een footje. Met, met een uh, Dat betaalt weer uh, de Punica. Je kunt... Uh, wat kun je nou doen eigenlijk? Nou, je kunt uh, luisteren. Ja, je maar, kunt het je vrienden vertellen. Je kunt vragen insturen. Uh, alles kan. Alles kan, alles mag. Nicky, ik uh, spreek je Ik spreek, ja, ik ik spreek jou je. Ik zie je op zaterdag. Je luistert naar de Upper Lot Podcast. Wil je meer weten? Ga naar upperlotpodcast.nl of volg ons op alle sociale kanalen via Upper Lot Podcast.